relatief nieuw, maar de alliantie tussen de Keukenhof en het Frans Hals Museum is wat van oudere datum. We hebben alleen nieuw en totaal ander leven ingeblazen samen met Arriva, de Jopenkerk en Haarlem Marketing. En wij zijn daar ook vanuit het museum bijzonder verheugd over, omdat het een heel natuurlijke alliantie is. En onze bijdrage daaraan is dat wij zijn goed in verhalen vertellen. En het verhaal van de tulp en tulpomania is zo omvangrijk en zo gelaagd dat we daar heel veel kanten mee op kunnen. Ik zelf zie de tulp eigenlijk altijd als niet alleen een symbool van Nederland, maar misschien ook een symbool van cosmopolitisch Nederland. Het eerste wat ik ooit las over de tulpenhekte was in een Indiaanse roman van een schrijfster, Bharati Mukherjee, waarin het verhaal vertelt van een jonge dame in de 17e eeuw, een Amerikaanse spionne, die tulpen smokkelt als man verkleed. En de tulp was, je kunt raden wat de tulp bij haar deed in haar soort transgender transformatie. Zij smokkelde tulpen naar de mogul Aurangzeb vanuit Turkije. En de tulp is dus een symbool van Nederland, maar heeft een hele geschiedenis die heel gelaagd is en die uit andere culturen komt. Dat aspect zullen we dit jaar nog niet verkennen in het Frans Hals Museum, maar wij doen wel een kleine historische presentatie met schilderijen vanuit onze eigen collectie en een aantal bruiklenen waarin het fenomeen van de bloemenhekte, de speculatiedrift die in de 17e eeuw losbarstte rondom de tulp, in beeld wordt gebracht. We tonen ook het authentieke tulpenboek. En we hebben, dankzij de vrienden van het museum en dankzij Bloemist Klavertje 4, maar ruim 2 maanden lang ook live echte bloemen op zaal. Dat is een traditie in het museum die we nu ook weer groter en langduriger maken. En die, toen ik naar Haarlem kwam, moet ik u eerlijk zeggen, vond ik het idee van bloemen op zaal misschien een beetje duf. Maar toen ik het zag, het is prachtig. Ik heb er maar 1 woord voor en het liefste zou ik iedere dag allemaal opzamen. Maar dat is A, te duur en B, onze restauratoren worden daar gek van. Want die hebben alleen maar in tulpen zitten beestjes. Die beestjes die kunnen zich weer verplaatsen naar het schilderij. Dus wij moeten hen jaarlijks wel overtuigen dat dit echt de moeite waard is. Maar voor ons vanuit het museum is het een prachtige kans om het museum te verlevendigen. En we hebben dit jaar ook een speciale audioguide bij ontwikkeld, waarin allerlei kleine weetjes en details, eigen nadenkingen over bloemen op schilderijen aan bod komen. En ik geef u er al 1 of 2 mee, voor de rest moet u naar het museum komen en de audioguide uitproberen. Ik weet niet of u weet wat een tussie-mussie is. Nee, ik wist het zelf ook niet. Een tussie-mussie is een boeket dat dames in de 17e eeuw ofwel in hun décolleté droegen of op een stokje. En dat was in eerste instantie bedoeld om kwalijke geuren te verdrijven, maar natuurlijk ook als een element van versiering en decoratie en verleiding. We weten niet, of niemand weet, niet alleen ik en onze staf niet, waar de term tussie-mussie vandaan komt. Maar we zijn bereid om een prijs uit te loven aan degene die de etymologie daarvan wel kan reconstrueren. Maar daarvoor krijgt u bij ons een verhaal over de tussie-mussie, maar bijvoorbeeld ook over het feit dat in lang voor de 17e eeuw al rozemarijn, dauw van de zee, werd gestrooid voor bruiden uit of rondom het bruidsbed. En als een bruid vuil was, wat betekende als zij al voor het huwelijk zwanger was geworden, dan kreeg ze geen mengeling van rozemarijn en maagdenpalm, maar kreeg ze kaf van het koren. Dat soort dingen kunt u allemaal beluisteren in de audiotour. Er zijn nog veel meer saillante details. Dus ik hoop dat niet alleen de directeur van Keukenhof onze audioguide en de bloemenpresentatie komt bekijken, maar u allemaal. En ik hoop vooral ook samen met het hele museum dat deze samenwerking heel duurzaam is, voor altijd, tot de dood ons scheidt, en dat we het steeds groter en belangrijker kunnen maken. Dank u wel. Dank je allemaal voor de mooie woorden. Prachtig, inderdaad, de gelaagdheid van de tulpomania. Ik zou u ook dolgraag willen laten zien wat een publiciteit het heeft opgeleverd, nu al. En wat een geestdrift. We hebben zelf al ontzettend veel plezier gehad en inspiratie met het verhalen vertellen van onze verschillende organisaties. En wat een plezier en een inspirerend dat zal zijn voor de bezoekers, zowel nationaal als internationaal, van de hele Tulpentour. Maar ook de Nederlandse pers, de buitenlandse pers, heeft er nu al lucht van gekregen en heeft het goed opgepakt. We zijn ongelooflijk blij met een Haarlem special samen met Keukenhof in de Holland Herald in het aprilnummer.
Zijn bezig om voor de Haarlemse hotels ook één pagina vrij te maken in samenwerking met Holland Herald. Het Tulpomania betekende dat gisteren een journalist van Le Parisien, dus het Parool van Parijs, nieuwsgierig in Haarlem was en ons het hemd van de huid vroeg. Nou, je kunt je alleen maar bedenken dat dit een geweld, dat dit Haarlem als destinatie, als het Siena van Florence, ik mag niet vergelijken, maar als het Versailles van Parijs, dat zei dus de journalist gisteren. Nou, zo kunnen wij ons echt wel profileren. En ik vertelde net al dat dat het onze ambitie is vanuit Haarlem Marketing om die Haarlemmer olie te zijn en om in 2018 in de top 5 van de Nederlandse stedentrips te zitten. Dus in die grote steden met onze kleinschalige menselijke maat, de charme van de cultuur, het winkelaanbod, maar dan op een hele subtiele cosmopolitische, jij kan het beter uitspreken, andere moeite, sfeer. Dus en dit is het eerste van een reeks van vele samenwerkingsvormen die gaan volgen. Waar willen we het voor doen? We hebben natuurlijk een aantal doelgroepen. Dus allereerst de bezoeker, de nationale, de internationale bezoeker en de zakelijke bezoeker. Maar ook de bewoner is een ambassadeur en gastheer, de bewoner van Haarlem. En we hebben ook nog wat voor de Haarlemmers in petto, maar daar mag ik nog niet over vertellen. Dat zal ik ook niet doen, maar ook het Tulpomania arrangement zal bij onze ambassadeurs goed voor het voetlicht gebracht worden. Wat is onze strategie? Onze strategie zal buiten deze vorm van samenwerking ook voortgezet worden in andere samenwerkingsvormen. En we willen het City Marketing voor Haarlem als een geïntegreerde activiteit opzetten in de stad. En daarbij is publiek-privaat samenwerking heel erg belangrijk. Ik ben dus dan ook heel erg blij dat onze partners in de vorm van de culturele instellingen, het Frans Hals Museum, de Keukenhof, maar ook, ik zie enkele Haarlemse hotels, de Gouden Partners van Haarlem, waar we uitvoerig en intensief en ook inhoudelijk overleg hebben gehad over de visie en de missie van Haarlem Marketing. En we kunnen echt elkaar de hand geven, want dit is de eerste vrucht die we met z'n allen van deze samenwerking kunnen plukken. Ik kijk Lidian aan. Micha gaat iets vertellen over het bier. Micha gaat nu iets vertellen over het bier. Volgens mij onze bereid. Ja, want dat is natuurlijk echt het allerleukste. Ook ik hou best wel van bier, net als Bart. Ook jij niet.